Muzikaliteit, doorzettingsvermogen, talent, concentratie, dat zijn de basisingrediënten voor een goed muzikus. En samen met het Rotterdamse Philharmonisch Orkest presenteert Moois een serie waarin orkestleden hun kennis en muzikale bezieling overdragen op de jongste generatie muzici. Masterclasses met berucht moeilijke passages uit het orkestrepertoire en portretten van meester en leerling. Ronald Ent, een van de beeldbepalende leden van het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. Zijn concentratie voor de bekkenslag, zijn roffels op de kleine trom of zijn xylofoon-solo's, die zijn van grote klasse. In een masterclass buigt hij zich over de beroemde solo uit Shostakovich, The Bold. Renata Pineda, Jorge Sanz en Martijn Boom. Dat zijn jonge muzici die de technische moeilijkheden en de zeggingskracht van die solo onderzoeken. Hey Martijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat ga jij doen? Ik ga naar een masterclass van Ronald Ent. Een masterclass xylofoon, een stuk van Shostakovich. Als slagwerker speel je al je instrumenten zo af en toe eens een keer, hè? De ene keer kleine trom, dan grote trom, bekkens, xylofoon. Dus ik voel mij absoluut geen master op de xylofoon, hoor. Wat heeft de slagwerker bij zich? Stokken, heel veel stokken altijd. Deze bijvoorbeeld, voor marimba gebruik ik. En voor xylofoon, wat heb je daarvoor nodig? Xylofoon heb ik deze stokken vooral. Zijn dit ook favoriet of heb je hier maar één stel van? Voor xylofoon is dit wel mijn favoriet, ja. Ja. Omdat het echt hout is, klinkt veel mooier dan bijvoorbeeld plastic stokken die ik ook heb. Ja. My name is Jorge Sanz Pineda and I came from Madrid, Spain. I feel nervous. I think it's quite difficult. It requires. Yeah, you have some rolls in the xylophone, it's not really easy. If the piece would be for glockenspiel, would be so much easier, but for xylophone it needs quite control. This piece and this ballet, the Bolts, in which it is included, is a bit of a satire about the communism in Russia. And I think it's also a bit of criticism by Shostakovich to the regime, but masked in a compliment, so it's a kind of bipolar thing. Ik ken het stuk nou wel. Er is gewoon in de loop van de tijd ook een verhaal ontstaan. Want die noten die hebben ook echt een bepaalde frasering gekregen. En dat is ook wel heel leuk dat ik dat zie gebeuren bij mezelf in eerste instantie. En nou ja, omdat dat verhaaltje in mijn beleving gestalte heeft gekregen, kan ik het ook gewoon van de jongens vragen of voorleggen van nou, wat denk je hiervan, wat denk je daarvan? Hup. Martijn! Ah jongen, hoi. Hoe is het? Goed zo. Zullen we eens op één gaan beginnen? Ja. Dat gaan we over doen. Hier. Bam. Je vertelt een interessant verhaal, Martijn. Kijk, daar, dat kan niet. Er is niks gebeurd dan. Hier. Je vertelt een interessant verhaal, Martijn. Het is niet zomaar wat. Ja. En je bent dan de solist even in dat stuk, dus je brengt de muziek over die erin zit. Je hebt het niet zo lang van tevoren gekregen, hè? Dat weet ik wel. Hè? Dus dat is des te
moediger dat je hier staat. En dit is bovendien een jongen van de HAVO. En die staat nou hier dus Dirk Compromisleer te spelen. Heel goed dat je er bent. Ik zit hier op de HAVO voor muziek en dans, Godarts, en volg daar mijn normale lessen en mijn muzieklessen. Want hoe werkt dat dan als je talent hebt voor muziek, dan ga je het dan combineren op vroege leeftijd? Ja, dan kan je hier je HAVO-lessen en je muzikale lessen tegelijk volgen. Ja, een orkestbaan lijkt me geweldig later. Dus, volgend jaar wil ik op conservatorium beginnen. Juist. Dan 4 jaar de bachelor en daarna wil ik door voor mijn master. Heel goed. Oké, dan ga ik je even pesten met handzettingen. Vanaf 1 voor 2. Laat even zien hoe je dat speelt. Welke handzettingen? Ja, handzettingen die ik zelf niet zo logisch vind, maar die ik wel snap. Omdat ik dat zelf als student ook deed. En er werd ook eigenlijk nooit wat van gezegd. Ja, dat snap ik niet. Snap je? Ja, maar geweldig. Omdat je dan zo lekker daarna uitkomt. Maar hier zie ik echt gewoon van, als ze naar links gaan op xylofoon, dat ze er toch een rechterhand voor nemen. Ik vind het juist uitdagend om daar dus met links naartoe te gaan, want het is toch ook links. Dus waar dan daarom rechts spelen, doe dat ook links. Ja. Juist. Exact. Heel goed, heel goed. Kijk. Links. Links. Rechts. Links. Links. Als je het alleen al doet gewoon voor de fun, weet je, dan je helpt jezelf gewoon aan twee kanten te ontwikkelen. In plaats van dat je alsmaar altijd alles op rechts dondert. Snap je? Ja, zeker. Ja. Nou, en jij bent nog niet zo lang bezig, dus bij jou gaat het veel eerder aanslaan. Some tough technical aspects, especially the rolls. Yeah. Because it's a xylophone, which is an instrument that by nature has a very short sound, but you should make it sound like a singing line. So also in that it's a kind of irony, you know, it's a paradox between the instrument and what you need to do with it. The music says D, G, E, G, G, E, G, E, G. But in the beginning we play. So, I think it should be this. It's written in 1931, and it's called The Bolt, and it's about a bolt that will be put in a machine so that the machine will crack. So what is this machine? Probably it was the upcoming Soviet system. But the music was rejected by the powers. So the music, I don't know exactly how long it took before the first performance was, but many, many years. So I think that Shostakovich did never have a revision over the music. It was already put away before the first rehearsal, I think. But must be documented somewhere. So I always play. Okay. I feel that on the C natural, there is. This is what it's about. This is the secret. Yeah. And you introduce it here. And it's about. And it's about. You understand? Yes. Can you? Yeah. Mm-hmm. Story goes on. Yeah. So okay. It's a very romantic approach, but it's the way that I feel it.
I can't help it. I can only speak about it like this. Mm-hmm. So I don't know if you like it or you... No, I like it. I know it's that not even necessary that you like it, but it's my story and they asked me for this masterclass, so... Yeah, of course, it's very personal, but... Yeah, exactly. I'm open to... Thank you. Yeah. And back again. Yeah. Yeah. Exactly. Diminuendo. And again. Yeah. That you have to practice 1,000 times, and then you will never play this one instead of the right one. Next! Hi, I'm Jorge. Yeah. We met before. Jorge, play for us. Yeah, the pickup. Yeah. And the thing is that I tell it to you now, so you start doing it. You understand? Yeah. But can you also feel it, what I mean? Ah, okay. Yeah? Yeah. Feel free to tell your story, your musical story. Hmm. And this is how I feel it. Doesn't mean that you have to feel it like that, but when you do this, there's no feeling. You understand? Yeah. Put it in. Yeah, and let's grow in this. Again, just to grow a bit in this freedom. Yeah. Yeah, there you are. I think Ronald chose that one because it's really unclear. That's good. We don't have enough notation in it, in the part. So you have so many different ways to play it. I hope that Ronald can help us with it and try to focus on which ways we could use to play it. Yeah, that... I think. Yeah. After G. Rest. Yeah. I just want to keep going and see what happens. Just go for it and do as much as you can in life, not only music, in life. This is opportunity, it's not anyone can be here in Rotterdam studying a percussion bachelor. It's a great opportunity. Yeah, that's it. Great, very good. Only thing I think is a bit faster. Do you feel that the same? Or is this your tempo? If this is your tempo, it's completely okay. Actually, I don't know. You don't know. Let's play it from your upbeat, from one. One. And do it the way you feel it now. Okay. Because that will change. When you play it with an orchestra, you play it like this. And 5 years later, you will play it completely different. There's never a final... interpretation of a piece, not that I ever experienced. It will change all the time. So, it's good now. Do it the way you do it. Ik vond het wel heel leuk om dit stukje met die jongens uit te mogen werken. En we spelen het binnenkort ook echt zelf. Dus ik ben het ook aan het voorbereiden. Dus leuk. Leuk om die gasten daarmee te zien en te helpen. Dit prachtstuk gaat ook in het muzikale spektakel Julia binnenkort in Ahoy. Dus snel naar de kassa of naar het internet voor een kaartje. Hey. Okay, thank you. This is it. Thank you very much. Well done, very well done.